Ronald, hoe belangrijk is het dat Lex Immers fit is? Dat zegt hij net tegen ons tenminste. Dat het belangrijk is. Nee, hoe belangrijk vind jij dat hij... Hij vindt het zelf cruciaal, zei hij ook. Nou, dat kan ik hem wel. Nou ja, oké, okay. Iedereen moet vervangbaar zijn. Daarvoor heb je een grote selectie. Maar dat heb ik ook eerder gezegd. Het is wel een type speler die wij verder in de selectie niet hebben. Over het algemeen zijn het voetballende middenvelders. En, of je moet kiezen voor een tweede spits. Maar hij zit er net tussenin. En iemand anders is dat niet. En in zijn arbeid, in zijn momenten voor de goal. In zijn kracht, in zijn power, kopkracht. Dus ja, dan is het een mooi signaal dat hij fit is. Verder nog belangrijke zaken in je selectie qua fitheid van spelers of niet? Nee. Cizé? Cizé, ja, heeft wat... Doen we voorzichtig mee. Die zal niet bij de groep zijn. En we hopen dat hij eigenlijk maandag in de belofte gedeeltelijk kan meedoen. Erwin Mulder? Ja, is op de weg terug, maar nog niet tot aan groepstraining. Maar het gaat wel de goede kant op. Zou AZ gezien de kwaliteiten hoger moeten staan? Gezien het voetbal wel, maar... Balbezit bepaalt niet altijd of je wint. Nou ja, dat hebben we wederom afgelopen woensdag gezien. Nou, het gaat om rendement. En daar heeft AZ natuurlijk wel wat ingeleverd, hè, met het vertrek van Elm. Ik denk dat we allemaal wel weten, vorig seizoen, hoe belangrijk Elm bij AZ was in de standaard situaties. Dus ja, dan lever je veel in en ze hebben ingeleverd. Maar ondanks dat spelen ze leuk, goed voetbal. En met name de laatste periode hebben ze moeite om met dat goede voetbal resultaat te halen. Er zit wel een heel belangrijke, ja, elke week is belangrijk, hè, maar op weg naar die topklassering die je in de winterstop wilt hebben? Ja, tuurlijk. We willen tot aan de winterstop alles winnen. Maar het is een moeilijke uitwedstrijd, maar we hebben vertrouwen en ik denk dat we er klaar voor zijn. Je legt net even de link met woensdag. Hè. Gisteren is Europa League voetbal en daarin presteren Nederlandse clubs niet goed. Dat is uiteindelijk op lange termijn slecht voor alle Nederlandse clubs. Hè. Snap jij dat collega-coaches daar niet met de sterkste elftallen altijd spelen? Vanuit dat belang? Nou ja, je doet natuurlijk niet het belang voor andere clubs. Je kijkt naar je eigen belang. Je kijkt naar spelers die fit zijn of niet fit zijn. Ik vind altijd wel dat we in Nederland... veel te snel piepen daarover. Het gebeurt overal. En misschien nog wel veel meer als bij clubs in Nederland is gebeurd. Dus ja, ik heb altijd zoiets van, dan heeft iedereen een mening erover, wie het dan ook is. Ja, bemoei je lekker met jezelf, met je eigen club. Nou, maar is dat niet een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid? Want het zou dus kunnen zijn dat je op termijn gewoon wel Europa League plaatsen kwijtraakt. Dat is wel slecht voor ons voetbal. Als PSV of Twente kampioen wordt, dan hebben ze gelijk aan hun zijde gehad. Worden ze geen kampioen, ja, dan kun je afvragen wat goed is geweest. Zij, advocaat bepaalt zelf die opstelt. Die heeft te maken met een groep, met fitheid en niet fitheid. Nou ja, ik ben niet de aangewezen persoon om mijn mening daarover te geven.